Duurzaam beleggen is voor ons de winnende strategie. Twee invalshoeken daarbij. De eerste is vanuit bedrijven zelf. Je ziet dat de beste bedrijven zijn de bedrijven die zich richten op strategie, op technologische vooruitgang. En daarbij zie je ook vaak dat zij ook de beste financiële rendementen halen. En juist ook duurzame beleggen zijn de bedrijven die zich daarop richten. Het zijn de partijen die zich niet richten op de stranded assets, maar die gewoon meegaan op die trein van technologische vooruitgang. De tweede invalshoek is vanuit het geld zelf, vanuit het kapitaal. Je ziet dat bijvoorbeeld bij pensioenfondsen, maar ook bij retailbanken, de klanten daarvan, of eigenlijk de participanten, dat die steeds belangrijker vinden, wat gebeurt er met mijn geld? Dat zij willen dat er iets goeds gebeurt, of dat ze niet willen dat er hele schadelijke effecten zijn op de maatschappij. Kun je een voorbeeld noemen van een bedrijf die het wel en die het niet goed doet? Te beginnen dan, waar beoordelen wij op? Bij ASN Bank beoordelen wij op 3 pijlers. De eerste is biodiversiteit, de tweede is het klimaat en de derde is mensenrechten. Een voorbeeld van een bedrijf die we hebben afgekeurd is Whole Foods in Amerika. Dat is een keten van natuurvoedingswinkels. Op zich een prachtig product, maar wij hebben doorgekeken in de processen van het bedrijf, in de keten. En wat zie je dan? Ten eerste dat eigenlijk het recht op vakbondsvrijheid, dat ze dat niet hebben gerespecteerd. Daarnaast zijn hun activiteiten op het gebied van klimaat en biodiversiteit eigenlijk te mager. En daarom hebben wij ze afgekeurd. Daarentegen, een voorbeeld van een bedrijf wat wij wel heel goed vinden qua duurzaamheid, is Vestas. Vestas windturbines. Zij maken windturbines en zij zaten vroeger in hydraulische kranen. Wat heb je gezien? Onder andere door het stimuleringspakket van Obama hebben zij een enorme omzetgroei laten zien. En dat heeft zich ook vertaald in de aandelenkoers. Dus een hele mooie performance hadden zij ten opzichte van de index. Hebben ze vorig jaar 40% beter gedaan. Is duurzaam parkeren eigenlijk niet een soort van welvaartsdenken wat we ons kunnen veroorloven in Nederland? Uiteraard heeft het ook een immateriële kant, het duurzaam beleggen. Toch, wij zien dat juist die bedrijven waar wij in investeren, dat zijn ook de bedrijven die het financieel beter doen. Juist die partijen die bezig zijn met technologie, met langetermijnstrategie, dat zijn de blijvende spelers. Een Britse hoogleraar heeft recentelijk een onderzoek gepubliceerd dat ook in de Volkskrant stond, dat de hogere rendementen juist bij de bedrijven zijn die wij spreken als foute bedrijven zouden aangemerkt kunnen worden. Ja, nou, qua onderzoeken, er zijn inmiddels heel veel onderzoeken gedaan naar wat levert duurzaam beleggen op. Er zijn evenveel onderzoeken die zeggen het levert wel op, of het levert niet op, of het heeft geen effect. Maar de wetenschappers zijn inmiddels, het is de consensus dat duurzaam beleggen in ieder geval geen geld kost. Voor ons, en dat is belangrijker, voor ons is het echt een fundamentele keuze. Wij willen de maatschappij verduurzamen. Dat willen wij niet dat dat ten koste gaat van rendement. En wij zeggen, maar die twee gaan hand in hand. Dus we hebben én een betere duurzame samenleving en goed renderende fondsen. En daarmee is duurzaam beleggen de winnende strategie.